Ons koningshuis heeft een bijzondere geschiedenis waar het aankomt op auto's. Niet alleen door de voorliefde van prins Bernhard, maar ook door de opmerkelijke schepsels van Beatrix en de bescheiden voorkeuren van Willem-Alexander. Dit zijn de 7 meest koninklijke auto's van het Huis van Oranje. Prins Bernhard is ongetwijfeld de grootste autoliefhebber uit de geschiedenis van ons koninklijk huis. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog trakteerde de opa van Willem-Alexander zich op lekkernijen zoals de Alfa Romeo 8C 2900 en een Maybach Zeppelin. Bekender werd de oude prins door zijn liefde voor Ferrari. Door de jaren heen parkeerde hij talloze raspaarden uit Maranello in de koninklijke stallen, waaronder een 212 Inter, een 400 en de oogstrelende 500 Superfast Speciale die nu permanent te zien is in het Lauwman Museum. Bernhard was goed bevriend met Enzo Ferrari en liet de auto's, ook zijn laatste 456 GT, bij voorkeur in het groen afleveren. Bernhard kon er wat van, maar ook zijn echtgenote Juliana had een bijzondere autosmaak. Haar meest opmerkelijke bezit was toch wel deze unieke Mercedes-Benz 380 SEL uit 1985, die door de Zwitserse carrosseriemeester Caruna speciaal voor de oudvorstin werd omgebouwd tot een immense 4-deurs cabriolet met royaal plaats voor 4 personen. Tja, hiermee vergeleken staat de nieuwe S-cabrio toch behoorlijk in zijn hemdje. Het gigantische canvasdak werkt trouwens volledig elektrisch en laat zich in 25 seconden openvouwen. Zullen we even wuiven? Minerva is niet alleen de naam van het Leidse studentenkoor waar de toenmalige prinses Beatrix haar wilde jaren beleefde, maar ook van de statige limousine die haar opa prins Hendrik aanschafte in 1925. Het van oorsprong Belgische merk concurreerde in die tijd met topklasse autobouwers als Rolls-Royce en deze Minerva limousine Landaulet wordt dan ook gekoesterd door de Oranjes. Beatrix, toen nog koningin, gebruikte de antieke staatsmobiel met 6-cilinder schuivenmotor in 2010 bij de opening van het Lauwman Museum en prins Bernhard junior rolde de machine naar buiten toen hij in 2000 trouwde met Annette Secrève. Dat Bernhard junior meer dan alleen de naam van zijn opa heeft geërfd, blijkt wel uit de fijne lijst aan supercars die deze prins heeft gehad. Zo stond er ooit een TVR Sagaris voor de deur, brulde Bernhard rond in een zwarte Alfa Romeo 8C Competizione en stond er een Ferrari 458 Italia op zijn naam. Bovendien weet de prins zijn racewagens tegenwoordig goed op de baan te houden met onder meer een Europese titel in het GT4 kampioenschap in de pocket. Toch fijn om te zien dat het circuit van Zandvoort in goede handen is bij zijn nieuwe eigenaar. Ooit stuurde ze een fraaie Volvo Amazon door haar land, maar toen ze eenmaal vorstin werd, maakte Beatrix de opmerkelijke draai naar wat verlengde Fords met vreemde hoge daken. In de jaren 80 koos ze, na een verlengde Granada, voor deze flink aangerande Scorpio, die in de jaren 90 werd opgevolgd door deze creatie. Verlengd, gepantserd en een halve meter hoger gemaakt, zodat de koningin zo makkelijk mogelijk in en uit kon stappen. Het resultaat is zo speciaal dat zelfs de auto er een beetje sip van is gaan kijken met zijn vissenkommen. Koning Willem-Alexander zal met iets minder warme gevoelens terugdenken aan zijn Ford. Want in 1988 belandde hij in Leiden in een sloot met deze Sierra XR 4x4. Tegenwoordig pakt Wim Lex het compleet anders aan dan zijn moeder. Lees minder subtiel, met een door Remets verlengde, gepantserde en opgedirkte Audi A8L Executive met een 4.2 TDI V8 diesel. Wat dat geintje moet kosten? €597.845 alstublieft. Hoeveel koekhapkampioenschappen zou je daarvoor kunnen organiseren? De meest verrassende koninklijke machine vinden we in de vorm van deze Dafkini. Ontworpen door de Italiaanse designer Giovanni Michelotti in 1966 op basis van een DAF 33, vormde dit charmante strandvlootje een geschenk aan prinses Beatrix en prins Klaus ter ere van de geboorte van Willem-Alexander. Niet voor niets prijkt zijn naam op de voorspatborden. De Kini, het oud-Beierse woord voor koning, sleet zijn zonnige dagen rond het zomerverblijf van de Oranjes in het Italiaanse Porto Ercole, maar kwam uiteindelijk terug naar Nederland. Wil je hem in het echt zien? De Kini valt te bewonderen in het DAF Museum in Eindhoven. Tot zover de 7 koningskarren van deze week. Natuurlijk zijn we heel benieuwd naar jouw toevoegingen, dus gooi je suggesties gerust in de comments en vergeet niet om deze video even een duimpje omhoog te geven. Veel plezier op Koningsdag de komende week en graag tot de volgende!